Papyri zijn mooi. Ze zijn ook belangrijk, want ze bieden informatie over de wereld van de Grieken, Romeinen en Egyptenaren. Een van de grote problemen is echter dat het heel gemakkelijk is een papyrus na te maken. Dit gebeurt vaak, want er is heel veel geld mee te verdienen. We weten daardoor eigenlijk niet hoe betrouwbaar de informatie is als de papyri niet komen uit een archeologische opgraving. Het kunnen immers vervalsingen zijn. In dit filmpje zult u zien hoe makkelijk ook u een papyrus vervalst. Anders gezegd, een cursus rijk worden in 5 stappen. Hallo. Als we een goede papyrus willen vervalsen, is het noodzakelijk dat we beschikken over een tekst. Talenkennis is handig, maar het is niet noodzakelijk. Het gaat erom dat we een tekst maken waarvan de mensen hopen dat die bestaat. Een goed voorbeeld is de vervalser, we kennen hem niet, die aan een Amerikaanse verzamelaar een zogenaamd fragment van de Dode Zeerollen wist te verkopen. Deze Amerikaanse verzamelaar was berucht om zijn afkeer van homoseksualiteit. De vervalser zette daarom 2 bijbelversen uit het bijbelboek Leviticus vlak bij elkaar. Die leken homoseksualiteit te verbieden. Dat was voldoende om de verzamelaar zijn kritische zin te laten verliezen. En hij kocht voor een enorm bedrag deze regels aan. Wat we dus maken is lokaas. En dat moeten we nu op een stuk papyrus zien te schrijven. Dat gaan we nu doen. We gaan naar de keuken. We kunnen, als we onze eigen vervalsing willen gaan maken, natuurlijk gebruik maken van het materiaal wat in een tekenwinkel te koop is. Papyrus, perkament, Oost-Indische inkt en een normale pen. Niets is eenvoudiger dan dat en je maakt iets wat perfect op eBay te verkopen is, waar mensen, de kopers, alleen maar een plaatje krijgen te zien van wat jij hebt geproduceerd. Dit is echter in het laboratorium vrij eenvoudig door te prikken en waarschijnlijk hoeft het zelfs niet eens naar een laboratorium om als een vervalsing herkend te worden. We willen iets beters maken. Al in de 19e eeuw gingen vervalsers ertoe over om gebruik te maken van antiek schrijfmateriaal, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld de perkamenten uit de berg Athos. Daar lagen kloosters, daar was perkament erg makkelijk te krijgen. Het was antiek. Dat was niet herkenbaar en ook tegenwoordig kunnen we dat met een koolstofdatering niet herkennen. Wil je geen perkament gebruiken, maar liever papyrus, dan ga je naar een souk in Egypte of je bestelt het via de sociale media op het internet en voor 300 euro heb jij een perfect schrijfmateriaal dat niet herkenbaar is in het laboratorium. De volgende truc is het gebruik van een inkt die niet herkenbaar is, wat met Oost-Indische inkt natuurlijk wel heel gemakkelijk te doen is. We gaan nu antieke inkt maken. We kunnen gebruik maken van de antieke receptuur van antieke inkt. Dat is om te beginnen houtskoolkooltjes, zoals je ze ook hebt in een waterpijp. Daar maak je wat poeder van, zoals u hier ziet gebeuren. En als we dat poeder hebben, dan moeten we dat met water wat aanlengen. Gebruik daarvoor gedemineraliseerd water, want het water dat uit uw waterleiding komt, is te herleiden tot uw waterleidingbedrijf. Tot slot hebben we Arabische gom nodig. Dat lossen we op. Dit is het middel dat uiteindelijk wat kleefkracht geeft aan de antieke inkt. Kortom, we hebben houtskool, gedemineraliseerd water en Arabische gom. En daarvan maken we een fijn mengsel en dat lijkt perfect op antieke inkt. Het is niet te herkennen met een spectrometer. We kunnen nu met onze zelfgemaakte quasi-antieke inkt gaan schrijven op het schrijfmateriaal dat we illegaal hebben gekocht. En dat krast. Die hele kleine krasjes in het oude materiaal zijn herkenbaar met een microscoop. De oplossing die we daarvoor hebben is dat we gebruik maken van een kwastje. En daarmee kunnen we, zonder krasjes achter te laten, een perfecte vervalsing maken. Het vergt wel wat oefening om het perfect te maken, maar de vervalsers van bijvoorbeeld het evangelie van de vrouw van Jezus en de Artemidoruspapyrus vielen niet door de mand doordat de krasjes waren herkend. Kortom, een vervalsing kan niet worden ontmaskerd in het lab. En dit alles is geen hogere wiskunde, dit weet elke student.
We weten eigenlijk alleen zeker dat een papyrus echt is als hij afkomstig is uit een opgraving of al heel lang ligt in een museum. De Amun-papyrus uit Leiden, waar u nu naar kijkt, is al sinds de vroege 19e eeuw bekend. En het zou wel heel toevallig zijn als iemand in 1820 een antiek stuk papyrus had gevonden, de juiste inkt had gemaakt en zo goed Oud-Egyptisch beheerste dat nooit iemand er iets raars aan heeft ontdekt. Het is nu zaak dat we de prijs gaan opdrijven. En daarbij kunnen we vertrouwen op de bijstand van de universiteit of van een museum. De truc die we hebben is dat we onze papyrus laten tentoonstellen. Of we laten een wetenschapper alvast een wetenschappelijke publicatie doen. Op deze manier komt er over de informatie die niet aanwezig is, het grote defect van onze papyrus, namelijk dat we niet weten waar die vandaan komt, leggen we een nieuwe laag van informatie die heel betrouwbaar uitziet. Namelijk, een museum heeft zich er al over gebogen, een wetenschapper heeft er al naar gekeken. Het ziet er nu ineens hartstikke tof uit. Dit heet brownwashing, omdat je de defecten wegverft. Een bijkomend voordeel is dat de prijs zometeen op de veiling een stuk hoger is als het gaat om een bekende uit een museumexpositie of een wetenschappelijke publicatie papyrus gaat. Een mooi voorbeeld hiervan is de Artemidorus papyrus, een vervalsing waarvan exposities waren geweest in Duitsland en waarover wetenschappers al een wetenschappelijke publicatie hadden gemaakt. Die kon uiteindelijk voor 3 miljoen euro, bijna 3 miljoen euro, worden verkocht. Het is eigenlijk wat kwestieus dat musea en wetenschappers zich lenen voor brownwashing. Het druist immers in tegen het principe van transparantie en controleerbaarheid dat zo belangrijk is voor goede wetenschap. Er zijn dan ook behoorlijk wat vragen over. De werkdruk aan de universiteit die is hoog en dat verklaart wel een beetje waarom mensen af en toe de spelregels nogal wat makkelijk naar hun hand zetten. Het helpt ook al dat als journalisten kritische vragen komen stellen, de wetenschapper eigenlijk een enorme kennisvoorsprong heeft en dus kan aankomen met standaardsmoezen. Er is een koolstofdatering. Het schrijfmateriaal is echt oud. Vervalsers gebruiken antiek papier als een perkament. Het gebruik van de antieke taal is zo goed dat het echt moet zijn. Dat dachten we ook van de Artemidorus papyrus en die bleek ook vals. Ik ben opgeleid als filoloog. Hoe kan ik nou weten dat die tekst vals is? Dat kun je niet. En daarom is het verstandig alleen papyri uit te geven die komen uit een opgraving. Of papyri die een hele lange verzamelgeschiedenis hebben. Nu wilt u uw vervalsing gaan verkopen. Er is hier een erg handig middel, dat is de zogenaamde besloten veiling. Dat wil zeggen dat het object wat u heeft vervaardigd aan een zeer beperkt aantal verzamelaars of potentiële kopers wordt aangeboden. Er wordt weinig ruchtbaarheid aangegeven. Er is dus in feite geen controle op de transactie. Een mooi voorbeeld daarvan is de Sapfo-papyri, waarvan overigens helemaal niet zeker is of ze wel vals zijn, die in 2013 bij een Londens veilinghuis besloten zijn geveild. We weten op dit moment niet wie de eigenaar is. Meestal wordt een vervalsing niet meteen doorgeprikt en het politieonderzoek komt daardoor ook eigenlijk altijd veel te laat. Een pijnlijk voorbeeld is de Artemidorus papyrus. Toen in 2019 uitkwam dat hij vals was, was de termijn waarmee juridische vervolging mogelijk was al verstreken. De man heeft 3 miljoen verdiend en is compleet vrij uitgegaan. Kortom, niets houdt u tegen om rijk te worden, zolang u zich maar houdt aan de volgende 5 simpele regels. 1. Zorg voor lokaas, een tekst die uw slachtoffer maar wat graag wil hebben. 2. Zorg voor antiek papyrus, gebruik de receptuur van antieke inkt. 3. Laat een museum of een wetenschapper de prijs voor u opdrijven. 4. Laat rookgordijnen optrekken. En tot slot, verkoop het via een besloten veiling. Niets van wat ik u vertel is onmogelijk. Dit is allemaal wat gebeurt. U leest er meer over in het boekje Bedriegelijk Echt, dat vanaf 27 maart is te verkrijgen in de boekhandel. Dank voor uw aandacht.